Welkom en tof dat jullie weer kijken naar Day One, het allergrootste mannen lifestyle kanaal van Nederland. Vandaag hebben we een gast waar jullie allemaal om vroegen. Zijn naam is Giel de Winter. Meer hoef ik hier niet aan toe te voegen, toch? Vandaag hebben we de auto van Giel de Winter. En het allermooiste is dat bij 20.000 likes komt er volgende week nog een aflevering online. Auto nummer 1. Dit is Giel zijn privéwagen in de Q8 die jullie allemaal kennen. Daar rijdt hij vooral in naar shows en is ook gewoon een droomwagen. Maar dit is de auto waar hij privé in rijdt. Dit is de auto waar hij wat wilder in rijdt, wat sportiever. Dit is de eerste auto die we laten zien en bij 20.000 likes gaan we de volgende laten zien. Ja, ik moet instappen. Schiet je op of niet met een gelul? Ik lul te lang. Hij is een beetje ongeduldig. Snap ik wel. Ja. 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 Daar zitten we dan. Ja. Dit is wel... Maar mensen hadden denk ik een andere auto verwacht. Ja, mensen hadden de Q8 verwacht. Maar dat komt nog. Ja, maar ik vind het wel mooi. Ja, ik heb wel lang getwijfeld of ik wel deze auto... Ja, ik heb je wel 50 keer gebeld. Ik zeg, Giel, kom op. We zijn gabbers. Hoe vet is dit? Ik wil jouw verhaal weten. Ja. Maar wat mensen niet weten is dat jij altijd al wel wat met auto's hebt gehad. Zeker, ja. Hoe is jouw auto verleden? Wat is de eerste auto waar je in rijdt? Mijn eerste auto was een Toyota Aygo. Hebben we allemaal in gereden? Ja, vervolgens ben ik overgestapt op een Suzuki Swift. Dat was toen mijn droomauto. Oh, die heb ik ook nog meegemaakt, ja, wist je dat? Ja, met dat rode dak. Ja, met het rode dak. Die zwarte met het rode dak. Ja. Oh shit, die was ik helemaal vergeten, man. Ja, en vervolgens ruilde ik hem in voor de Mazda CX-5. Dat was toen echt een behoorlijke aankoop. Dat was echt een flinke stap. Maar ik kreeg veel kilometers en nog steeds. En wow, was die Swift vergeten, man, met het rode dak. Ja. Daar zaten ook alle spullen achterin gepropt. Oh man, jongen. Rees en dan moest iedereen er nog bij. We hebben zelfs kippen achterin gezet voor opnames. En na de Mazda kwam de Volvo XC90, waar ik echt... Ik vond Volvo toen mijn droomwagen. Maar dat was gewoon... ik reed zoveel kilometers en die auto, dat was de eerste versie van de XC90. Ik moet zeggen, diep teleurgesteld over die auto. Ja? Uiteindelijk veel turboproblemen gehad. 9 keer stilgestaan in de jaartijd. Is dat omdat het de eerste generatie was? Ja, het was de eerste generatie. Te kleine motor voor grote wagen. Ja. Dit is toch bij de Mazda begon het wel, toch? Dat je dacht bij jezelf, nu kan ik wat behoorlijks kopen. Ja, dat was wel voor de eerste keer dat je denkt, zo, ik kan gewoon zo'n auto kopen. Maar dit is wel, dit is next level. Als je dan instapt in deze auto, voel je dan, ik heb wel eens dat ik naar mijn auto toe loop, denk ik, nou, dat heb ik toch gedaan, weet je wel. En als ik thuis kom, denk ik, nou, dat heb ik toch gedaan. Heb je dat ook? Ja. Als je dat niet hebt, dan ben je dom. Ja, ik weet het niet. Stop. Het kan toch zijn dat je denkt bij jezelf, dat is heel, prima. Maar ik ken jou alleen maar als iemand die daar nog meer motivatie uit haalt. Ja, ik haal er wel veel motivatie uit. Als ik een mooie auto kan rijden, dan ben ik daar heel blij mee, dan denk ik. Ja, het is eigenlijk je tweede huis, zie het zomaar. Ja. Dit klinkt even gek, deze niet. Maar het is wel je tweede huis. Je bent zoveel op de weg. Dus het is ook wel fijn als je gewoon iets fijns onder je kont hebt zitten. Tuurlijk. En vooral als je naar shows moet, naar je werk. Hoeveel kilometer maak je per jaar? Ik maak 100.000 kilometer per jaar. Snap je? Ja. Dat is echt lijp veel. Maar ja, je doet ook heel veel shows en daar rij je ook heen. Maar hoe kom je dan bij de keuze voor deze auto's? Is dat gewoon, je loopt ergens naar binnen en je zegt ik wil die en ik wil die. Nee. Waarschijnlijk begon je met één en toen dacht je... Ik heb deze auto uitgezocht en het komt een beetje door Job. La Fuente. Ja. Zou aandelen in Porsche moeten krijgen. Ja, eigenlijk wel. Ja, die verkoopt het als lopende bandwerk. Maar nee, ik heb aan hem gevraagd, god weet je, ik zou eigenlijk een tweede auto willen hebben. En waar zit jij dan aan te denken? Nou, toen kwam hij dus met een Mercedes GLC Coupé. Die grote, echt, dat was AMG getuned, die heb ik even bij Timmermans gekeken. Ja. Dat was echt een koekblik. Ik vind Mercedes aan de binnenkant een koekblik. Ik vind het verschrikkelijk. Top. En leuk. Ja, sorry dat ik het zeg over jouw auto. Nee, maar luister, ik vind dat zelf, weet je wel. Ja, maar dat is persoonlijke smaak. Ik vind het aan de buitenkant heel top. Ja. Maar ik vind het aan de binnenkant. Ik wou dat ik het van allebei jouw auto's ook kon zeggen. Maar ik wou eigenlijk zeggen, ja, ik vind jouw Q8 ook lelijk. En deze vind ik ook lelijk. Maar dat is niet waar. Ja, maar het is.
wat doe je gewoon even heel nonchalant? Even, nee. Ja. Ik zit elke keer als ik in deze auto wil ik gas geven. Ja, hij nodigt wel uit om gas te geven. Hij heeft er zin in. Ja, dan ben je hebt meestal meteen een gevoel toch over de auto. Ja. Je weet meteen van, als je naar binnen loopt en je ziet een auto, boem, dan weet je meteen, ja, dat is hem. Maar dan durf je het nog niet meteen te zeggen. Oké, waar heb je allemaal naar gekeken? RS. Ja, dat vond ik niks. Ja, Ferrari heb ik natuurlijk even naar gekeken. Als jij in een rode Ferrari aan het komen rijden, dat had zo niet gestaan bij jou. Nee. En toen zag ik deze Porsche staan. Ja. En dan ga je dus, toevallig hadden ze twee identiek dezelfde auto's. Behalve dat deze keramische remmen heeft en dat dit de S-versie is, Turbo S. Maar ja, kost natuurlijk een beduidend stuk meer en dat doen ze dan slim. Dan zeiden ze, nou, ga even in de Turbo S zitten, dus dan ga je rijden, dan geef je spuit gas en dan denk je, wat een bak. En dan zegt hij, ja, maar we hebben ook nog precies dezelfde. Maar wel met een maatje minder. Nou, ja, dat kan niet meer. Ga je daarmee? Nee. Ik ging erin zitten, de beleving was weg. Ik zeg dit, ik deed eenmaal, dit is hem niet. Ja, en toen zo dacht slim. Ik, als ik het goed doe, dan moet ik gewoon meteen maar de Panamera Turbo S kopen. Ja. Wat vind je hier nou, wat maakt deze auto compleet voor jou? De snelheid die erin zit. Ja? 700 pk. Ja, dat is wel even wat anders. Dat is voor mij... In die Q8 kom je niet boven de 300. Nee, maar dat heeft die Audi Q8 ook niet nodig, in mijn ogen. Hebben ze daarom ook allebei? De ene is echt privé, gewoon een scheurijzer en dat je denkt, ik heb er zin in. Deze rijd ik enkel als ik vrij ben. Ja. Is dit dan ook de ultieme beloning voor alles wat je met stuk hebt gedaan tot nu toe? Dit was een ultieme beloning. Dit was wel het cadeautje wat ik mezelf wilde geven. En het klinkt heel, heel gek, want ik kocht... En dat vond ik vervelend. Ik kocht in een maand tijd twee auto's en dan was ik heel erg tegen me in aan het gaan in mijn hoofd. Maar ik kocht eerst deze auto. Ja. Dus deze was er ook toen ik al de Volvo had. Alleen een week later toen ik deze auto had gekocht, ging die Volvo stuk. Ja, toen dacht ik, fuck. Oké. Nu moeten we moeten wat anders hebben. Fuck it all the way. Die Volvo is 9 keer stuk gegaan. Ja. En dit was toch wel... weet je, dat zei ik ook tegen mijn familie. Van, ja, het is superleuk dat ik het natuurlijk verkocht heb, maar ik wil het ook wel vieren. Ik wil het wel voelen dat ik er hard voor heb gewerkt. Ik wil mezelf belonen. Dat moet toch ook? Ja, en iedereen die zei, Giel, dat is je ook gewoon, dat moet je ook doen. Dat is je ook gegund. Ja, en Job, als Job jij eenmaal dat virus geeft. Ja, Job is verschrikkelijk. Job is echt een lul. Ja, is echt een lul. Maar kijk, ik zou het aan de. Ik heb dan gekozen om mijn Audi helemaal volledig te tunen. Gewoon helemaal te veranderen. Ja. Dat heb ik met dit een stuk minder gevoel. Omdat ik denk van hij is dit heeft mij af. Het al. Hij heeft af. Hij heeft de snelheid. Het is een opvallende auto. Het is voor mij prima. En laat ik vooropstellen, ik weet echt niet alles over auto's. Ik weet echt niet alles over hoeft details. Ook niet. Ik vind gewoon als een auto tof is. En aan de buitenkant. En het is wat mij betreft mijn gevoel waar ik happy mee ben. Ja, dan ben ik ook happy mee. Dat is toch ook waarop je dingen koopt? Ja. Weet je wel? Ja. En dat is ook waarom we dit maken. Is toch gewoon omdat je dat koopt, omdat je het leuk vindt. En er een verhaal achter zit en het voor jou goed voelt. Klopt. Dat is toch het belangrijkste? Maar je bent wel een lul. Want ik heb er lang over nagedacht of ik deze auto wel in beeld wilde brengen. Want ik had hem gekocht en ik had hem nog eerste keer... Ik zei ook tegen me van, ik wil hem niet online hebben. Ik wil hem gewoon niet zeg maar, laten zien aan de buitenwereld. Want ik vind het anders te patserig of whatever. En totdat ik wel merkte dat iedereen autobladen wilde ineens over mijn Porsche schrijven. En toen dacht ik, fuck. Nu moet ik hem wel echt naar buiten brengen. Dus ik heb hem zelf naar buiten gebracht. In anders dan gingen mensen er zelf over schrijven. Nou, daar moet je gewoon trots op zijn. Van je Toyota Aygo tot deze. Ja. Overal moet je trots op zijn. Want dat is gewoon, dat zijn de stappen die je maakt in het leven. En zo simpel is het. Hoe komt het dat jij trouwens zo weinig interviews geeft en dat soort dingen? Je doet maar weinig dingen mee. Hè? Ja, expres. Waarom is dat? Je hoeft jezelf niet helemaal uit te vreten. Nee. Ik heb een scheidhekel aan slechte interviewers. Ja. Ik vind altijd die standaard vragen. Ja. Echt, ben als journalist alsjeblieft iets creatiever, man. Ja, precies. Je hebt dan interviews dat je denkt, joh, heb je weer dezelfde vraag? Heb je weer dit? Heb je weer dat?
kijker is dat ook op een gegeven moment beu. En, ja, die zien het ook de hele tijd hetzelfde. Ja, en ik wil niet zeg maar de guy zijn die je zomaar voor het grijpen hebt liggen. Ik ben ook gewoon een persoon en ik wil het gewoon voelen of niet. Ja, je weet dat ik ook soms tegen jou heb gezegd, hey, dat voel ik niet. Nee. Of dat doen we niet aan mee. En over interviews, ja. Of... Okay, soms is het goed om je gezicht te laten zien. Eén laatste, voordat we hem afsluiten deze, heb ik één laatste serieuze vraag. Als je bij of Thomas of Stefan een penis op hun voorhoofd zou moeten laten tatoeëren. Ja. Bij welke van de twee zou dat zijn bij en Thomas, waarom? Ik hoef er niet over na te denken. Waarom? Bij Thomas. Ja, ik zou het zo grappig vinden of hij het ook nog voor elkaar kan krijgen om vrouwen te versieren met een penis op zijn voorhoofd. Dat is toch zo? Nee, je weet, je kent deze man. Ja, ja. Deze man is zo gladjes. Kan elke vrouw versieren. Thomas, en dat vind ik fantastisch. Als we gaan stappen, dan is het al over. Dan ben je hem kwijt. Ja. Dan geeft hij je één rondje en daarna ben je hem pleiten. Dus ja, lieve Thomas, man. Want dan ben ik wel benieuwd van Thomas, krijg jij het nu nog voor elkaar? En ik weet zeker dat lukt hem. Thomas een bikkel. Oké, okay, ja, duidelijk. Dat was een van de serieuze vragen. Even voor de mensen thuis. Jij kan trouwens de auto van winnen, wat natuurlijk heel raar klinkt. Maar wat je even moet doen, ben jij trots op je auto? Gooi hem op Instagram. Tag mij, tag Day One Lifestyle en vertel onder de Instagram post waarom jouw auto een aflevering van de auto van zou moeten krijgen. Dus jij kan nu thuis, als je dit aan het kijken bent, een de auto van aflevering winnen. Ik vind het lijp. Die voor eeuwig op YouTube blijft staan. Die je aan de hele familie kan laten zien. Aan al je vrienden. Hoe vet is dat? Het moet wel een unieke auto zijn. Precies. Daarom wil ik graag onder de post weten, hé, wat voor auto is het? Ja. En waarom? Hoppa, dat was het weer voor vandaag. De auto van Giel de Winter. Ja, dat is auto nummer 1. Auto nummer 2 komt eraan. Maar dan moeten we wel... Jullie snappen hem. Oké, okay, bedankt voor het kijken. Dit was Day One. Laat even in de comments weten wat jullie van de aflevering vonden. Giel, je bent een held. Dankjewel. Yes. Er komen nog heel veel toffe andere dingen aan. Mag ik nog niks over zeggen. Vergeet niet te abonneren. En als je er geen zin in hebt, doe je het niet. Dan flik je prima. Toch op. Is ook prima. Dank jullie wel. Dit was Day One. En later.